een initiatief genomen om eens anders te gaan denken over FC Den Bosch en een plan te maken naar de toekomst. Nou, iedereen heeft zo zijn gedachten erover. Het hebben wij met z'n allen ook besloten dat, om dat over te laten aan de commissie. Ja, officieel heet jullie commissie Wijze Mannen. Ja. Bij ons zeggen ze de Grijze Mannen. Ja. Het is omgedoopt naar commissie Grijze Mannen. Nou, valt er mee hoor. Dankjewel. Ja, dankjewel. Voor goede orde moet ik dus zeggen dat deze commissie volstrekt onafhankelijk heeft gewerkt. Die zijn niet gebriefd door ons van dit is jullie agenda en zo moeten jullie het aanpakken. Het zijn twee heren die gepokt en gemazeld zijn, zowel al bestuurlijk als in het voetballen. Ook, ze hebben alle twee ook een groot voetbalhart. En staan neutraal tegenover de positie van het voetbal in het algemeen. Of neutraal, ze hebben natuurlijk een mening. Maar neutraal in de zin van objectief hebben ze gekeken van wat is de rol van FC Den Bosch in deze gemeenschap. En waar moet FC Den Bosch nu in de toekomst aan voldoen. En we hebben gemeend om daar ook afstandelijk naar die commissie onze houding te hebben. Want uiteindelijk heeft het bestuur en de raad van toezicht, ze hebben allemaal een bepaalde mening en we hebben het gedaan zoals het geschied is. Maar we vinden zelf, het moet in het, denk ik, in het hele voetbal, maar ook in Den Bosch, moet het toch wel wat veranderd gaan worden. Dus ik zou graag het woord willen geven aan een van de heren. En ik ga vanuit deze rol gelijk even terug naar de stoel, dan kan ik het ook volgen. Dus geen gebrek aan cohesie, maar meer dat ik het ook wil volgen. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel Bert. Laat ik beginnen met twee huishoudelijke punten. De loopmicrofoon deed het niet, dus ik zal ze nu en dan wat heen en weer pendelen tussen die laptop en mijn papieren hier. Dat is één, dus daar moet u niet aan van opkijken. Het tweede is, er is een handout gemaakt voor de journalisten, maar ik weet niet of die is uitgereikt, zodat er meegeschreven wordt. Ik zie Henk met. Dus dan kan het. Bert heeft al gezegd, volkomen vanuit een onafhankelijke positie, en ik wil dat nog wel even extra benadrukken. Daar zijn geen ingewikkelde discussies over geweest, maar Geert en ik hebben van meet af aan tegen elkaar gezegd van als we dat doen, dan willen we de volledige vrijheid hebben om het op onze manier te doen. Dat hebben we gedaan. Dat betekent ook dat ook op dit moment de bestuur en raad van toezicht geen kennis draagt van ons rapport. Dus voor hen is het evenzeer een verrassing wat wij gaan presenteren vanmiddag. Dat is één. Tweede wat ik wil zeggen, dat is dat wij met velen in deze organisatie gesproken hebben. En dat iedereen buitengewoon gecommitteerd aan tafel heeft gezeten. En dat is belangrijk, ook voor de toekomst. Want je kunt in zo'n situatie ook, je zou kunnen zeggen, buitengewoon defaitistisch zijn en een uitstraling hebben van het zal mijn tijd wel duren. Dat zijn we bij niemand tegengekomen. Iedereen heeft van harte aan dit onderzoek meegewerkt. Alle geledingen van de organisatie en daaromheen. We hebben een heleboel nuttige informatie gekregen waar wij ons voordeel mee hebben gedaan. Wij hebben, en dan hoef je niet alleen naar FC Den Bosch te kijken, maar dan kun je naar de hele bedrijfstak betaald voetbal, nationaal en internationaal kijken. Wij hebben breder gekeken dan alleen maar de urgente problemen van dit moment. Ik heb in een paar gesprekken gezegd dat de bedrijfstak betaald voetbal en de betaald voetbalorganisaties te vergelijken zijn met een lekkende emmer. En dat er de beleving lange tijd geweest is, als je er nou maar water in gooit, dan wordt dat gat vanzelf ook gedicht. Nou, dat blijkt niet het geval te zijn. En dat betekent dat we gezegd hebben, we willen kijken naar ook structurele maatregelen om FC Den Bosch duurzaam gezond te laten zijn. En vervolgens kijken naar wat er nodig is om de urgente problemen van dit moment op te lossen. En dat is ook datgene wat we gedaan hebben, wat we in een compact rapport van 20 pagina's hebben opgeschreven en wat straks uitgereikt kan worden. Waarom is het lange tijd goed gegaan met betaald voetbalbedrijven? Dat is omdat er voortdurend, je zou kunnen zeggen, geld geïnjecteerd is
omdat er bijzondere baten zijn geweest uit transferopbrengsten en daarmee zijn exploitaties sluitend gemaakt. We hebben toen een crisis gekregen en dat betekent dus dat die extra inkomsten in belangrijke mate stil zijn komen te liggen. En dat betekent dat tal van betaald voetbalorganisaties met problemen zitten en nu gedwongen zijn om echt ten principale te kijken naar hoe je een gezonde en sluitende exploitatie kunt kijken. En dat betekent dus dat we ons rapport, de titel De crisis als kans, hebben meegegeven. Omdat je nu echt gedwongen bent om echt heel fundamenteel te kijken naar de dingen die moeten gebeuren. Als we kijken naar de problemen bij Den Bosch, nou, die zijn heel stevig op dit moment, voornamelijk van financiële aard. Maar wij denken dat er meer nodig is om in de toekomst die financiële problemen te voorkomen en in de toekomst te vermijden en met een sluitende exploitatie verder te gaan. We hebben gekeken naar zo'n beetje alles wat hier aan de orde was. Dus natuurlijk gekeken naar de problematiek van de schulden, gekeken naar de bedrijfsvoering, gekeken naar wat er met het stadion zou moeten gebeuren. Ook gekeken naar de maatschappelijke functie van de club, naar de structuur, juridisch en bestuur. Naar de effectiviteit van de organisatie, professionaliteit en kwaliteit. En er zijn nog een paar andere dingen op ons pad gekomen. We hebben als vraagstelling genomen, ik heb het in feite al gezegd, voorstellen doen om het bedrijf gezond te maken, oplossingen zoeken voor de urgente korte termijn problemen. En kijk je naar de problemen en maak je een probleemschets, nou dan kun je eerst, blijf wel pendelen, dan kun je eerst even breed kijken naar de bedrijfstak. Al jaren grote problemen, durf ik te zeggen. Langjarig gemaskeerd, omdat er... Deze doet het... Oké, dat is mooi. Langjarig gemaskeerd, omdat er financiële injecties waren. Dan wel bijzondere opbrengsten uit transfers. Ik zei al, dat is stilgevallen. En dat betekent dat we nu echt met de billen bloot moeten. Wat ook speelt en wat ons verbaasd heeft eigenlijk, is dat als je kijkt naar tal van andere bedrijfstakken, en je leert het al in klas 1 van de MAVO voor bedrijfseconomie, dat is dat je in een organisatie niet meerdere conflicterende primaire processen moet hebben. In het voetbal is dat normaal, want je wilt met de beste spelers een zo goed mogelijk team maken en je wilt de beste spelers ook zo duur mogelijk verkopen. En dat leidt, als je niet uitkijkt op de situatie, dat er onvoldoende binding ontstaat in zo'n team, dat spelers, en ook de club eigenlijk een beetje, met één oog naar buiten kijken, van wat kan die opbrengen. Dat is één. En het tweede is dat die bijzondere baten vaak ook nodig zijn om de exploitatie sluitend te krijgen. Het is dus lastig om dan een gezond bedrijf te maken. Eigenlijk zou je het zo moeten hebben dat je primaire activiteiten, en laat dat dan toch maar gewoon voetbal in de competitie zijn, dat die een sluitende exploitatie kunnen opleveren met extra inkomsten structureel uit de commerciële activiteiten. Besturing geldt ook voor het bedrijf. Het is een vereniging. Wij denken dat dat anders moet en dat dat dichterbij moet. En de bedrijfstak in zijn totaliteit heeft, durf ik te zeggen, ik heb ook bij een andere club gezeten, een nogal gesloten karakter. En als ik zeg nogal, dan is dat een uitdrukking. En dat betekent dat de bedrijfstak als zodanig betrekkelijk ongevoelig is geweest voor impulsen van buitenaf. Ik heb dat gemerkt bij die andere club waar ik president-commissaris was. En als ik dan eens een keer een kritische opmerking maakte, dan werd er altijd gezegd, nou, je kunt wel merken dat jij niet uit de voetballerij komt. Discussie gesloten. Kijken we naar Den Bosch. Nou, de financiële positie, ik heb het erover gehad. De juridische en bestuursstructuur, waar we naar moeten kijken. Strategie en beleid, sturing en management, commissie, huisvesting, rapportering en verantwoording, met name in de financiële sfeer. Dat zijn de problemen die opgelost moeten worden.
En ik heb het al gezegd, ik herhaal het allemaal een keer, want het is heel bijzonder en belangrijk voor de toekomst. Ondanks al die problemen waar mensen onder zuchten, een heel hoge inzet van medewerkers en een heel hoog commitment om de zaken straks beter te maken. Dat is belangrijk. Heeft FC Den Bosch bestaansrecht? En we hebben in dikke letters opgeschreven, ja, ik ga dat toelichten. Je kunt met nee beginnen. En dan kijk je naar de urgente problemen en dan kun je zeggen van nou, eigenlijk technisch van niet, dus hoezo bestaansrecht? Maar wij vinden dat je de andere kant op moet kijken en dat je moet zien, nou, er zitten hier bij een wedstrijd gemiddeld een kleine 5000 toeschouwers. Dat betekent dat de club leeft in deze Bosse samenleving. Dat mensen hier graag komen. Dat voor veel van die supporters, die trouwe supporters, FC Den Bosch eigenlijk hun leven is. Dat moet je er eigenlijk niet afnemen. De maatschappelijke functie die FC Den Bosch heeft, dat geldt voor veel meer betaald voetbalbedrijven, die is belangrijk. Topsporters hebben een rolmodelfunctie. En dat betekent dus dat ze voor de maatschappij, voor de lokale en de regionale maatschappij belangrijk zijn in allerlei lastige processen en een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Die maatschappelijke functie is al in dit bedrijf en erg ontwikkeld. Daar kunnen nog vervolgstappen worden gezet en we denken dat die opgezet moeten worden. En dat daar gewoon, ja, als FC Den Bosch, of de spelers, de technische staf van FC Den Bosch zich op allerlei fronten in deze Bosse samenleving manifesteren, dan mag er ook een financiële tegenprestatie voor komen. Betekenis voor stad en omgeving is groot. Dat kan door middel van business to business. Dus hier, op deze locatie, op deze mooie locatie, dat kan op andere manieren ook. En ja, de naamsbekendheid draagt bij aan de promotie van deze stad. En dat zijn allemaal argumenten om te zeggen, deze club heeft bestaansrecht en het zou buitengewoon vervelend zijn als die aan de huidige urgente problemen ten onder zou gaan. Maar dat betekent dus, als je zegt bestaansrecht, dat is niet ongeclausuleerd, er moeten wel een paar dingen gebeuren. De ambitie. Vaak hoor je, ik heb het ooit meegemaakt bij Fortuna Sittard en iedereen weet hoe die ervoor staan. Dan deed ik een klusje, kom ik in de Eredivisie. Toen ik zei, en wat gebeurt er nou als je onverhoopt mocht degraderen? Wij degraderen niet, wij komen structureel in het linker rijtje. Nou, dat is 13 jaar geleden. Het linker rijtje is ver weg volgens mij. Het rijtje Eredivisie. Het linkerrijtje Jupiler is volgens mij ook verder. Ja. Dus je ambitie moet passen bij wat je bent en bij wat je kunt. Ik denk dat die goed gepresteerd wordt, maar dat betekent dus dat je de lat niet van nature hoog moet leggen. En wij zeggen dus, de eerste 5 Jupiler is een mooi streefdoel. Dat kan betekenen. Maar dan zou je in aanmerking kunnen komen voor promotie dat je een keer naar de Eredivisie gaat. Leg dan de lat niet onmiddellijk een stuk hoger, maar dat zou betekenen dat je structureel in problemen geraakt. Dus hou er rekening mee, hoe vervelend ook is, dat je misschien toch niet de kwaliteit hebt om structureel in de Eredivisie te blijven. Dus leg die lat niet te hoog. Financieel, nou, het zal niet verwonderen, er moet een structureel sluitende exploitatie komen. Commercieel, ik heb het eigenlijk al gezegd, een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor meer bedrijven dan nu, zodat dat meer sponsorinkomsten oplevert. En wij zeggen, zoek in Den Brede, in het middenbedrijf, dat is ruim vertegenwoordigd in deze stad en regio. En ga niet voortdurend op jacht naar die ene grote, dikke sponsor, want wij betwijfelen ten zeerste of die onmiddellijk zich zal aansluiten. Dus zet die inspanningen, we hebben daar met de commerciële mensen over gesproken en we worden al stappen in die richting gezet. Zet je inspanningen de komende tijd, en dat zal wel een enkel jaar vergen, op verbreding van die laag van, je zou kunnen zeggen, kleinere sponsors. Maar als je die in voldoende mate hebt, dan heb je ook een stevige financiële basis. Bestuurlijk, wij zeggen meer bestuurskracht in de organisatie en ook meer bestuurlijke aansturing. Dichterbij, we komen met voorstellen voor, maatschappelijk is er al gezegd, dat profiel kan hoger en nog meer maatschappelijke inzet en daar moet een tegenprestatie voor zijn waarmee de kas gespekt wordt.
En ook communicatief denken wij, mag de lat wat hoger, breng die club maximaal voor het voetlicht. Dat begint al bijvoorbeeld met een internetsite die interactiever zou kunnen zijn. Prachtig afstudeerproject voor een student die communicatie studeert en een technische achtergrond heeft. De structurele maatregelen die we voorstellen. De juridische structuur ombouwen van een vereniging naar een besloten vennootschap. Dan kun je kiezen voor het model dat er een algemeen directeur schuine streep statutair bestuurder komt. Die dus het bestuur van de club is. Wellicht is dat in eerste aanleg een stap te ver. Boven zo'n bestuur staat een raad van commissarissen. Je kunt als overbrugging kiezen voor een situatie waarbij één van de commissarissen als gedelegeerd bestuurder optreedt. En dan niet een algemeen directeur met bestuurlijke verantwoordelijkheid komt. Maar een algemeen manager die wel operationeel het totale bedrijf leidt. En voor die gedelegeerd bestuurder moet gelden een reputatie als bestuurder. Een reputatie in deze stad. Zodat iedereen die op straat tegenkomt, bijvoorbeeld op zaterdag na een slechte wedstrijd van het was waardeloos gisteravond en na een goede wedstrijd, het was fantastisch gisteravond. Dus herkenbaar in deze stad en uren beschikbaar hebben voor de komende tijd, pakweg 20, 25 uur in de week. Dat is het profiel waaraan we denken. En de algemeen manager hebben we in dat rapport ook een profiel voor opgenomen met de eisen waaraan hij aan zou moeten voldoen. Financieel beleid, helder financiële strategie. Gelet op het feit dat de processen kortcyclisch zijn, moet dat betekenen dat er maandelijkse rapportages zijn. Betekent dus dat je de vinger financieel heel goed aan de pols moet houden. Betekent ook dat je maandelijks ook de stand van zaken kunt vergelijken met de begroting. Dat je voor de rest van het jaar, van het begrotingsjaar, kunt aangeven in hoeverre die begroting wel of niet gehaald gaat worden. En in hoeverre ingegrepen moet worden en maatregelen getroffen moeten worden. Commercieel beleid. Laat het maar zo simpel mogelijk zeggen. Aan de uitgavenkant kunnen we niet heel veel halen. Laat ik ook hier maar denken, maar iedereen weet dat hier. Het is hier niet zo dat spelers grote zakkenvullers zijn en dat er daarom financiële problemen zijn. Dus het moet aan de inkomstenkant gehaald worden en dat betekent structureel moet er 6,5 ton bij om die sluitende exploitatie te kunnen krijgen. Maatschappelijke activiteiten zeggen wij onderbrengen in een aparte stichting, zodat je dat wat ver bijzonder neer kunt zetten, met voor een deel bestuurders uit de organisatie van FC Den Bosch, voor een ander deel mensen uit de Bosse samenleving die herkenbaar zijn als bestuurders van maatschappelijke organisaties. Dat betekent dus dat je dat een extra hoog profiel geeft en wellicht nog een extra inkomstenbron kunt realiseren, omdat er misschien bedrijven en instellingen zijn die niet bereid zijn om rechtstreeks een voetbalclub te sponsoren, wel bereid zijn om maatschappelijke activiteiten te financieren. Dus het zou een extra categorie sponsors kunnen opleveren. En tenslotte komen we bij de huisvesting. De Oosttribune, wat ons betreft, ja, gewoon aanpakken. Er zijn afspraken voor gemaakt. En dat moet, als het even kan, direct nadat dit seizoen gebeuren. Dus daar moet op ingezet worden, vinden wij. En de westzijde, als je commerciële beleid verder wil uitbouwen, verder gestalte wil geven, zal ook iets moeten gebeuren. Dat is voor mij allemaal te moeilijk, dus ik geef het nu over aan Geert. Ik kan nu deze microfoon, Leo. Ja, dankjewel Leo. Ik zal u iets vertellen over de urgente maatregelen, dus de maatregelen die op korte termijn genomen zouden moeten worden. Dat zijn er een aantal, u ziet ze geprojecteerd. Ik zal ze even kort toelichten. De eerste is het omzetten van de schuld aan particulieren in aandelen. Leo heeft al gezegd, wij pleiten voor een nieuwe rechtsvorm, een besloten vennootschap. En het uitgangspunt bij die besloten vennootschap zou moeten zijn om zoveel mogelijk van de bestaande schulden, en dan gaat het om schulden aan particuliere schuldeisers, om die schulden om te zetten in aandelen. Wij pleiten er daar ook voor om ook supporters in de gelegenheid te stellen om aandelen te kopen. Dat zal de binding tussen supporters en de club, denk ik, doen toenemen. Dat betekent dat aandelen ook uitgegeven moeten worden in kleine coupures.
en dat er een juridisch construct gezocht moet worden om de zeggenschap goed te regelen in de nieuw te vormen BV. Want de zeggenschap in die BV moet natuurlijk niet te veel versnipperd worden. En dit is een van de maatregelen waarvan wij zeggen die zou op korte termijn genomen moeten worden. Tweede, de schuld aan de gemeente in 5 jaar afbetalen met maatschappelijke inspanningen. FC Den Bosch, en dat zal niet iedereen weten, maar FC Den Bosch verricht al een behoorlijk aantal maatschappelijke activiteiten. Ik wil er 2 in herinnering roepen. Dat is de Bosse Battle die afgelopen zomer is afgesloten. En waarbij FC Den Bosch toch een bijdrage heeft geleverd aan het stimuleren van activiteiten van jonge mensen in Bosse wijken. En ik noem ook de medewerking aan Kika, Kinderen Kankervrij. Den Bosch doet veel en het is keurig vervat in een rapportage die denk ik iedereen zou kunnen lezen om kennis van de inhoud te nemen. Wij stellen voor, Leo heeft het al gezegd, om die maatschappelijke activiteiten uit te breiden, ze meer profiel te geven, uit te breiden tot bijvoorbeeld 1000 tot 1200 uur, onder te brengen in een aparte rechtspersoon, in een aparte stichting met een eigen bestuur. En die nieuw op te richten stichting, die sluit dan een prestatiecontract af met de gemeente voor 5 jaar voor 1000 tot 1200 uur maatschappelijke activiteiten. En in ruil daarvoor, en dat is natuurlijk wezenlijk in ruil voor die prestatieovereenkomst, 5 jaar, 1000, 1200 uur, wordt de bestaande schuld van de gemeente Sertogenbosch, of de schuld van FC Den Bosch aan de gemeente, van 1.650.000 euro wordt die teniet gedaan. Dat hebben wij niet helemaal zelf bedacht, maar dat is een constructie die elders in het land voorkomt, waarbij de gemeente betaalt voor de maatschappelijke activiteiten van de lokale BVO. En zoals Leo ook al zei, het biedt ook de mogelijkheid om sponsoren om de maatschappelijke activiteiten van de nieuw op te richten stichting om die te financieel te ondersteunen. Dan de doorontwikkeling van de nieuwbouw van het stadion, de oostzijde en hier de westzijde. Te beginnen met de oostzijde. De oostzijde, dat weet iedereen, die is versleten, die is hard aan vervanging toe. En er is een aantal maanden geleden een intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente, de BIM, het ROC, het Koning Willem I College, en samenwerkende bouwbedrijven om aan die oostkant, om daar nieuwe huisvesting te creëren voor de praktijkopleiding van de samenwerkende bouwbedrijven. En daar tevens een nieuwe tribune voor FC Den Bosch te bouwen en ook een nieuw supportershome te bouwen. Die intentieovereenkomst is getekend. En wij roepen alle partijen op om snel uitvoering te geven aan die intentieovereenkomst, zodat na afloop van het seizoen 2010-2011 direct gestart zou kunnen worden met het vernieuwen van de oostzijde van het stadion. Wat natuurlijk ook een geweldige kwaliteitsimpuls voor het stadion betekent. En volgens de intentieovereenkomst is dit voor FC Den Bosch kostenneutraal. Die nieuwe tribune is een gezinstribune, zodat ook de vader met de zoon weer naar FC Den Bosch kan gaan kijken. En wij stellen nadrukkelijk voor om de supporters die nu aan de oostkant zitten, om die te verplaatsen naar de zuidkant, naar de kopse kant van het stadion. Dan de westzijde, de zijde waar wij hier nu zitten. Leo gaf aan van FC Den Bosch zal structureel 650.000 euro per jaar aan extra sponsorinkomsten moeten verwerven. Dat zal ook, ik zeg, gebouwelijk, ruimtelijk mogelijk gemaakt moeten worden. Hè. Dus de nieuwe sponsors zullen ruimtelijk gefaciliteerd moeten worden. En wij denken daarbij dat je toch minimaal 1100 meter aan nieuwe sponsorruimte nodig hebt om die doelstelling van die 650.000 euro aan extra sponsorinkomsten om die ook te kunnen realiseren. In het verleden is gesproken over uitbreiding, om de uitbreiding van de sponsorcapaciteit onderdeel uit te laten maken van een nieuwe commerciële ontwikkeling hier aan de westkant van het stadion. Maar we hebben elkaar indringend aangekeken en gezegd, ja, je moet eigenlijk toch wel realistisch zijn. In de huidige markt is een dergelijke, toch wat grootschalige commerciële ontwikkeling te risicovol. En dat zou je op dit moment niet moeten willen. Een alternatief is,
om aansluiting te zoeken bij de lopende discussie over de nieuwbouw van het VMBO-college hier in de stad. En wij geven in overweging om te onderzoeken of de nieuwe huisvesting van het VMBO-college, of die hier aan de westkant van het stadion gerealiseerd zou kunnen worden, gelijktijdig met een nieuwe sponsoraccommodatie voor 's-Hertogenbosch. Kijkend naar de gemeentebegroting die ik gisteren toch nog even geraadpleegd heb, daar staat de versterking van het VMBO-college, zoals het genoemd wordt, is opgenomen in de meerjarenraming 2013-2014-2015. Als dat zou lukken, dan betekent het natuurlijk nog dat het er morgen niet is en dat je naar een overbrugging toe zou moeten om die 1100 vierkante meter waar ik u er net over sprak, om die te realiseren. Wij denken dat in de bestaande situatie van het stadion 1100 meter aan FC Den Bosch, aan de ruimte van FC Den Bosch, zou moeten worden toegevoegd. Er ontstaat een totale ruimte van 2200 vierkante meter. 1100 vierkante meter is er nu al, daar wordt 1100 vierkante meter aan toegevoegd. Totaal 2200 vierkante meter aan sponsorruimte. En FC Den Bosch moet dan die sponsorruimte opnieuw inrichten om de diverse groepen sponsors om die adequaat te faciliteren. U zult mij terecht vragen, wat moet er dan met de huur van het stadion? Wij hebben een benchmark bestudeerd over de huren die clubs in de Jupiler League betaalt. Uit de benchmark die wij geraadpleegd hebben, daar blijkt dat FC Den Bosch veruit de hoogste huisvestingslasten in de Jupiler League heeft. De huisvestingslasten liggen 69% volgens die benchmark boven het gemiddelde, en iedereen weet dat dit stadion geen bovengemiddelde kwaliteit heeft. Nou, wij denken dat op basis van die benchmark partijen in redelijkheid tot een vaststelling van een huurprijs moeten komen, indachtig het feit dat FC Den Bosch 1100 vierkante meter extra aan sponsorruimte krijgt toegewezen. Dan mijn laatste punt, de laatste urgente maatregel die op korte termijn genomen zou moeten worden. Wij stellen voor de jeugdopleiding te verplaatsen naar het stadion De Vliert en naar de velden van BVV. Wij denken dat dat de organisatie en de samenhang in de club ten goede zal komen. De leegkomende velden aan de Jan Sluiterstraat, die zouden dan vervolgens benut kunnen worden voor woningbouw. En er ontstaat dan, denk ik, voor de stad een nieuwe aantrekkelijke inbreidingslocatie. Wij denken dat, gelet op het volksgezinsbelang belang van een nieuwe woningbouwlocatie, de waarde van de opstallen van FC Den Bosch, want dat wil ik ook nadrukkelijk zeggen, de opstallen daar vertegenwoordigen uiteraard een bepaalde waarde, en de noodzakelijkheid van de afkoop van de erfpachtrechten van FC Den Bosch door de gemeente. Nou, op basis van die gegevens stellen we eigenlijk heel zakelijk voor, een zakelijke transactie, om de opbrengsten van die nieuwe woningbouwlocatie, en wij schatten die op de 1,5 tot 2 miljoen euro, om die opbrengsten ten goede te laten komen aan FC Den Bosch, op basis van de zakelijke transactie die ik u daarnet heb geschetst. Fiscaal-juridisch moet er dan wel een constructie bedacht worden om die toekomstige opbrengst van 1,5 tot 2 miljoen euro... om die zo snel mogelijk ten goede te laten komen aan FC Den Bosch. Want, en dat kan ik denk ik niet expliciet genoeg zeggen, FC Den Bosch heeft dat geld wel op zeer korte termijn nodig om de bestaande liquiditeitsproblemen op te lossen. Zeg maar om de lopende rekeningen te betalen en mogelijk ook om een buffer voor de toekomst te vormen. Want wij stellen ons voor dat die 650.000 euro aan extra sponsorinkomsten niet in één seizoen kunnen worden verworven. En ook zou je die opbrengst van die nieuwe woningbouwontwikkeling op de Jan Sluiterstraat kunnen gebruiken voor de aanleg eventueel van een extra kunstgrasveld hier op de Vliert. Nou, dat zijn de urgente maatregelen die wij voorstellen. Wij gaan zo dadelijk het rapport, denk ik, overhandigen aan de Raad van Toezicht, aan het bestuur van FC Den Bosch. Maar voordat het zover is, wil ik u allen graag in de gelegenheid stellen om vragen aan ons te stellen. Ik ben nog één ding vergeten. Ik had nog een paar dingen willen zeggen over het technisch beleid. Dus dat doe ik nu nog even. Wij hebben heel veel respect voor wat er
onder de huidige omstandigheden allemaal gebeurt. Dat is heel bijzonder. Dus ik denk dat FC Den Bosch daar best trots op mag zijn. Maar het is ook allemaal heel kwetsbaar. En dus we moeten hopen dat als die basis steviger wordt, dat we die kwetsbaarheid ook weg kunnen nemen. Dat is één. Het tweede, en ik vind dat dat in een brede voor het betaald voetbal geldt, het kan ook kwalitatief beter. Wie zich verdiept in de opleiding van trainer, coach, betaald voetbal, moet concluderen dat dat latje best een stukje hoger gelegd kan worden. Laat ik daar wat voorzichtig mee zijn. En dat kan gewoon zo zijn dat die betaald voetbalorganisatie zelf zegt, wij leggen die lat hoger. Juist omdat die lat niet hoog ligt, is de trainercoach, zoals dat tegenwoordig in het betaald voetbal heet, een passant geworden. En onze hypothese is, als je de lat hoger legt, als je het competentieprofiel wat aanscherpt, als je daar meer eisen aan stelt, dan kan die trainercoach worden wat die eigenlijk moet zijn, namelijk de constante en stabiele factor in het primaire proces. En we maken het bijna wekelijks nu mee. Jol is vertrokken, Jan van Dijk is vertrokken. Trainers worden makkelijker gewisseld als ondergoed of beddengoed, volgens mij. Het betekent dus dat anders zou moeten en dat je meer stabiliteit dan ook in je primaire proces krijgt als je die eisen opschroeft. En als de KNVB dat niet doet, dan kan de club dat zelf doen. Dat wil ik nog zeggen. Oké, dankjewel. Jij wilt het verder voorzitten, Bert, om de mensen de gelegenheid te stellen vragen te stellen? Ja, zo. Ja, prima. Leo zei dat wij het rapport niet kennen, niet in detail. Ik moet daar duidelijk over zijn. Het is in hoofdlijnen pas nog gepresenteerd. En waarom zeg ik dat? Omdat wij wel zowel vooraf met het houden van de spiegel voor ons van het moet anders. Nou, dan hebben jullie gezien dat er toch wel hele andere maatregelen komen. We hebben ook gezegd, wij committeren ons aan deze uitkomst. Het is geen discussie dat we achteraf dit rapport zeggen, ja, het komt ons niet uit en we doen er niks mee. Dus van tevoren hebben we dat ook gedaan en dat doen we dus nu ook. En het is ook dringend de behoefte van dit bestuur en van de Raad van Toezicht om de uitkomsten van dit rapport ook te gaan implementeren en ons klaar te maken voor de toekomst. Dus wij trekken onze handen er helemaal niet vanaf. Nee, we gaan er bovenop zitten. Want we hebben gezegd, het is wel een heel proces wat hier nu gaat gebeuren vooruit. Zowel het bestuur, hè, wij dragen het positieve, laat ik dan maar zo zeggen, het meest positieve en ook de moeilijke tijden van de laatste 10 jaar met ons mee. Ik wil nog even, dan ga ik toch compliment aan onszelf maken. We hebben problemen, maar het is wel een hele gedegen, heel intense bestuursperiode geweest de laatste 10 jaar. En de mensen van het eerste uur, die zitten er nog. En die hebben met een geweldige prestatie ons doorheen gesleept. En ik ga ook niet meer herhalen hoe het allemaal gekomen is. Maar we hadden een uitermate valse start in 2001. En dat zwaard van Damocles, dat hangt er naar boven. Nou, dat gaat echt niet vallen, dat merken we ook. Er is een enorm veel enthousiasme en drive en gedrevenheid om dit te implementeren. Maar we hebben ook gisteravond tegen elkaar gezegd, we hebben daar hulp voor nodig. Ook in het objectiviteit en in de geloofwaardigheid. En dat er ook iedereen ook duidelijk is en serieus is van, ja, de uitkomsten van dit rapport, dat gaan we ook dat gaan we ondersteunen. En gisteravond waren we heel erg blij, want we hebben Geert Snijder als opsteller van het rapport gevraagd. Van, kun je ons daarmee helpen de komende maanden om als procesbegeleider voor de implementatie in samenwerking en onder verantwoordelijkheid van het bestuur, laat het duidelijk zijn, om de komende maanden, want die tijd, meer tijd geven we onszelf niet, ons zo voor te bereiden dat we het nieuwe seizoen ook helder en op basis van dit rapport de strijd te kunnen aangaan. En Geert heeft daar ja tegen gezegd. Ik ben er heel erg blij mee. En dat zal ook ondersteund worden op de achtergrond door Leo. Dus we gaan er met volle strijd gaan we erin om dit rapport toe te passen en te implementeren. Vraag? Ik heb één vraag.
Ja? Het gaat namelijk om het laatste punt, jeugdopleiding verplaatsen naar de pier. Enig idee wanneer daar de eerste gesprekken met de buurman over gaan plaatsvinden? Nou, ik heb van de week wel, vond ik wel correct, om ik heb de voorzitter van BVV wel geïnformeerd. Ja, dus ik heb dat... Nee, laat ik zeggen, dat zou wel op korte termijn moeten gebeuren, denk ik. Dat BVV helderheid heeft wat het voor de club gaat betekenen. Maar dat is iets wat we nu snel met de gemeente moeten kortsluiten. Maar helder is, en daarom heb ik uw voorzitter ook gebeld. Het moet natuurlijk wel in goed overleg met BVV plaats gaan vinden. Henk, jij via Popelen. Jullie hebben als commissie een aantal voorstellen gelanceerd. Waarin je een beroep doet op de gemeente, zeker de gemeenschap. Is er ten aanzien van de ideeën die er leven en de voorstellen die op deze presentatie komen, al overleg gevoerd met de gemeente? Om te kunnen vaststellen in hoeverre dat ze haalbaar zijn. We hebben net als bij met FC Den Bosch, hebben we ook het college over de hoofdlijnen van ons rapport geïnformeerd. Echt over de hoofdlijnen. Dus niemand heeft, als Leo ook terecht, niemand heeft het rapport nog gelezen. We maken het vandaag wereldkundig, maar partijen zijn wel over de hoofdlijnen geïnformeerd. Bijvoorbeeld het voorstel over in 5 jaar afbetalen van de schuld door maatschappelijke inspanningen. Dat hebben we in de voorwas gezet bij het college van burgemeester en wethouders. En hoe is dat gereageerd? Er is niet gezegd van hoe komen jullie erbij, laat ik het zo zeggen. Er is natuurlijk ook niet gezegd van waar moet ik tekenen. Dus dat betekent, wij denken dat daar een basis kan ontstaan om erover te overleggen. En dat is het maximale wat je onder de huidige omstandigheden kunt doen. Het is lastig genoeg, maar... Ja, wij hopen ook met ons rapport te kunnen duidelijk maken dat FC Den Bosch bestaansrecht heeft, maar dat dat alleen maar kan onder de voorwaarde dat die urgente korte termijn problemen worden opgelost. En op dit moment kunnen wij zeggen, wij moeten hopen dat ook de gemeente daarin beweegt en verder kunnen we daarin niet gaan. Wij denken overigens wel dat we realistische voorstellen gedaan hebben. We hebben nadrukkelijk gekeken van, je moet alleen maar voorstellen doen die voor partijen acceptabel zijn. We beseffen dat we veel van partijen vragen. Geen discussie daarover, dat is duidelijk. Maar het zijn wel realistische dingen die wij vragen en waarover we natuurlijk graag het gesprek aan willen gaan. Nee, maar een voorstel als geld te halen uit de erfpacht van de Sluiterstraat. Het afkopen van de erfpacht en de waarde van de opstallen van FC Den Bosch. Ja. Is binnen de vastgoedontwikkeling een gebruikelijke gang van zaken, Henk. Dus dat is gewoon ook een zakelijke transactie. FC Den Bosch heeft een waarde in Opsallen vastgoed, heeft een erfpachtcontract en dat wordt afgekocht. Dat is gewoon een zakelijke transactie en daar zal niemand verbaasd van staan dat wij zoiets voorstellen. We hebben dat als een hoofdlijn meegedeeld. Geen, laat ik daar duidelijk over zijn. We hebben gesproken met 2 wethouders en met de burgemeester. Dus daarmee ligt het nog niet op tafel bij het college, maar het college is wel geïnformeerd. Welke wethouders? De financiën, sport? Ja, en de burgemeester. En de burgemeester. Tini. Is de gemeente nogal starrig tegen de bestemmingsplan? Als de supermarkt kan komen, dan is het misschien over een jaar al. Ja, Tini, jij stelt een vraag die ik niet kan beantwoorden. Die moet je bij de gemeente neerleggen. En daar ga ik hier ook geen uitspraken over doen. Wij zeggen alleen van in de huidige markt zou je die wat grootschalige commerciële ontwikkeling niet na moeten streven. Want je weet zeker dat je die de komende jaren niet gaat realiseren. En dan is zo'n optie van zo'n VMBO-college is wel realistischer, omdat het toch... Laat je politiek, merk ik wel, dat het druk is om dat redelijk snel te realiseren. Ik heb zelfs nog even een punt in de discussies die wij, in de interviews die we gehad hebben bij het tot stand komen van het rapport, is er ook heel erg veel inhoudelijk gesproken, weet ik, met de mensen van het voetbaltechnische gebeuren over de jeugdopleiding. Ik heb het gevoel dat het nu wat... dat er een maatregel staat ten aanzien van de jeugdopleiding, maar inhoudelijk gezien... over de positie van de jeugdopleiding. Je kunt in het hele
FC De Boshuis kun je zeggen, we hebben een aantal kosten plaatsen. Het eerste team, huisvesting en dan gaat ze maar door. Maar de jeugdopleiding heeft ook een bepaalde kostenpost. En misschien dat ik kan er zelf iets over zeggen, maar dan zeg ik het weer. Zoals ik wat ik 10 jaar zeg, dat ik beter de Leo even wat erop. Ja, wij hebben geconcludeerd dat, en dat geldt niet alleen hier, dat geldt in andere voetbalbedrijven ook, dat, kijk, de jeugdopleiding, daar wordt heel veel goed werk verricht, nu al. Wij denken dat de jeugdopleiding een van de levensaders van een betaald voetbalorganisatie is of zou moeten zijn. Dat kost natuurlijk een paar centen, maar wij vinden dat je die in stand moet houden. Waar je naar zou kunnen en ook zou moeten kijken, is de vraag of je moet blijven richten op de jongste jeugd. Naar mijn overtuiging gebeurt dat alleen maar uit concurrentieoverwegingen ten opzichte van andere clubs. Als je daar wetenschappers op bevraagt, dan is het lastig om bij een 8-jarige te onderkennen of die voldoende talent heeft om straks beroepsvoetballer te zijn. Wat je wel kunt zien en vinden bij een 8-jarige is of die balvaardig is. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Je zou kunnen zeggen, als die de puberteit achter zich heeft en zich als persoon en persoonlijkheid gaat ontwikkelen, dan weet je pas of die echt voldoende in staat zal zijn met die persoonlijkheid om zich te handhaven in een betaald voetbalbedrijf. Ik denk dat ieder van ons die gevoetbald heeft of aan een andere sport gedaan heeft, ik heb zelf gevoetbald, nou, dan zag je jongens om je heen die op 10-jarige leeftijd fantastische dingen met een bal deden, waarvan je dacht van, nou, die komt straks bij Feyenoord terecht of zo, hoorde je nooit meer iets van. En die andere jongen die wat steviger was, wat minder getalenteerd misschien, maar een wat steviger persoonlijkheid ontwikkelde, die haalden het uiteindelijk wel. Dat betekent dus dat, en misschien moet je daar als bedrijfstak over praten, dat het weinig zinvol is, straks staan ze bij de wieg te kijken bij wijze van spreken, dat het weinig zinvol is om je te blijven richten op die jongste jeugd. Ik begrijp waarom het gebeurt, want dat heeft met concurrentieoverwegingen te maken. Je zou wat meer focus kunnen kiezen. En je kunt ook, dat is dan een extra opmerking die ik erbij zou willen maken, je kunt ook die focus verder wat verbreden in die zin, waar kijken we nu? Dat is bij amateurvoetbalclubs. Maar je kunt ook proberen allianties aan te gaan met scholen. Scholen voor voortgezet onderwijs. Die leraar lichamelijke opvoeding weet heel goed wat de aanleg van die jongens is. En ik heb de overtuiging, dat is mijn hypothese, dus ik kan het niet bewijzen, maar dat heel veel sporttalent vandaag de dag niet meer ontdekt wordt. En of dat nou voetbal is of tennis, we moeten ons realiseren, dat blijkt ook uit rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau, we moeten ons realiseren dat weliswaar meer mensen aan sport doen, maar steeds minder mensen georganiseerd aan sport doen. Dus het vinden van talenten is lastiger en daar zul je dus als voetbalorganisatie met je scouting op moeten richten. Er zijn meer vijvertjes dan de vijver waarin nu gevist wordt. En wij laten, naar mijn stellige overtuiging, talent lopen. Goed, zijn er nog meer vragen? Nou, dan gaan wij het rapport aanbieden. Dan is, dan lijkt het dat het. Hier zit nog een tikfout in, dus je moet deze. Dat de presentatie helder was. Iedere aanwezig krijgt een kopie van het rapport. Het is dus openbaar. Ligt ook, als het goed is, op dit moment bij alle andere stakeholders van FC De Bos. Ik klim eens mee in. Wij hebben kerstdagen voor de deur en jaarwisseling. Dat wil zeggen dat nu de acties wegkomen bij mensen die op vakantie zijn. We hebben de eerste vergadering staan op 5 januari. En je kunt ervan uitgaan dat het startschot dan zal plaatsvinden om met alle partijen die hierbij betrokken zijn te gaan praten. En zo snel mogelijk. En ja, ik mag geen einddatum zeggen van het bestuur. Ik zei het maar. Het moet toch voor 30 maart moeten we toch helderheid hebben hoe ik doe dat toch, hè? Ja. Ja. Maar als er geen. Die tijdslat die moet er gewoon op. Meer tijd hebben we ook niet. Even nog bezijden. Want er zit een hele positieve ondertoon naar FC De Bos. En er staat een getal van 6,5 ton.
En Jezus, dat is nogal ruim. Maar als je nou kijkt naar het verleden van FC Den Bosch en naar het jaar van vorig jaar en dit jaar, dan lopen we ongeveer 4,5 ton achter bij eergaande jaren. Dus de financiële crisis en de terughoudendheid bij sponsors. We hebben niet minder sponsors, maar de gemiddelde sponsor doet wat minder. En als je er dan 300 hebt en ze doen allemaal wat minder, dan kom je gauw aan dat soort getallen. Dus wij moeten de kracht hervinden om weer terug te gaan presteren. En we zijn daar bijzonder hoopvol om. Dus wij gaan de strijd aan. En ik hoop dat jullie allemaal mede strijdbaar zullen zijn. Want het is een club van ons allen. En dat zegt het ook, dat we meer, breder, dieper naar de maatschappelijke functie moeten gaan opereren. Nou, dat zullen we dan ook gaan doen. En we spreken elkaar gauw met de eerste resultaten, hoop ik. Dank voor de aanwezigheid. Neem nog een kop koffie. En neem een rapport. Ja, we moeten het even aanbieden. Ja, we bieden het aan. Ja. Meneer Snijders, u heeft vandaag een rapport gepresenteerd over de verbetering van de situatie bij FC Den Bosch. Het zijn veel maatregelen die op lange termijn effect sorteren. Nou, dat zijn twee dingen. We hebben een rapport. Laat ik zeggen, we presenteren plannen voor de toekomst. Moet die niet uit? Nee? Dan moet het geluid niet uit. Heb je er geen last van? Nee? Oké. Nou, beginnen we opnieuw. Pak hem even. Ja. Heb je last van? Nee, dat lukt je niet. Nee? Nou, dan doet... Nou ja, een beetje... Ja, jij kunt zien of je last van hebt. Ja, wel wat. Maar wat? Dan gaan we iets meer naar deze kant staan. Kom maar dan. Nee, sorry, ja. Nee, ik kan me voorstellen dat het voor jullie heel vervelend is. Pak hem iets verder hier. Pak hem van deze hoekje. Ja. Nee, oké. Okay. Even kijken. Oh, even opnieuw instellen. Zo. Dank u. Nee, is geen probleem. Ik ga hier staan. Dat is allemaal geen probleem. Ja, die had u. In ieder geval fijn. Ja. Nou, gaan we nog een keer proberen. Goed, meneer Snijders, het rapport wat zojuist gepresenteerd is, FC Den Bosch, de crisis als kans. Een rapport wat in hoofdlijnen oplossingen biedt voor de wat langere termijn. Nou, wij doen twee dingen. Wij bieden een aantal, we stellen een aantal maatregelen voor om FC Den Bosch op termijn organisatorisch en financieel gezond te maken. En aan de andere kant zeggen we, om dat te realiseren moet je ook oplossingen bedenken voor de korte termijn problemen. Dus het is beide. Een korte termijn oplossing, maar in het licht van de strategische visie van FC Den Bosch. Op korte termijn heeft FC Den Bosch een groot liquiditeitsprobleem. Om dat op te lossen is onder andere een van de maatregelen het opheffen van het jeugdcomplex. Ja, exact. Je moet gewoon heel eerlijk in zijn. FC Den Bosch heeft op dit moment een liquiditeitsprobleem. Dat betekent ze kunnen hun rekeningen niet goed betalen. Wij stellen voor om op het jeugdcomplex aan de Jan Sluiterstraat in de wijk Oost, om daar woningbouw te gaan plegen. En de opbrengst van die woningbouw, die schatten wij tussen de 1,5 en 2 miljoen euro, om die vroegtijdig ten goede te laten komen aan FC Den Bosch. Dat is op zich een zakelijke transactie. Want FC Den Bosch heeft op dat jeugdcomplex opstallen. Ze huren dat van de gemeente, dus de erfpacht moet afgekocht worden. En dan denken wij dat dat ja, een terechte keuze is om te zeggen de opbrengst van die woningbouw aan FC Den Bosch in ruil voor het opheffen van de erfpacht en het afbreken van de opstallen.
Nou heeft de gemeente Den Bosch daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. Want als zij nee zeggen, dan zal dat niet gaan. Alhoewel, je praat over woningbouw. Woningbouw is altijd interessant voor gemeentes natuurlijk. Ja, het is een hele mooie inbreidingslocatie. Je kunt daar toch, laat ik zeggen, huurwoningen bouwen. Je kunt ook koopwoningen bouwen in een wat goedkoper, segment. Dat heeft natuurlijk ook voor de maatschappij, dat heeft volkensvestelijk ook een bepaalde waarde. Dus wij denken dat wat wij voorstellen, ja, dat het eigenlijk heel realistisch is en toch voor beide partijen winst biedt. De gemeente heeft straks een nieuwe mooie woningbouwlocatie midden in een wijk. En FC Den Bosch heeft financiële middelen om de lopende rekeningen te betalen. Nou heeft u met de gemeente gesproken over de hoofdlijnen. Hebt u enig idee hoe dat valt? Ja, we hebben wel steeds in ons achterhoofd gehad, Leo Markenstein en ik, we moeten voorstellen doen die realistisch zijn. Mensen hoeven niet meteen op de stoelen te gaan staan om te applaudisseren, maar ze moeten ook niet zeggen van het is een dwaas idee. Dus wij denken dat wij nu een aantal voorstellen presenteren in ons rapport, zowel voor de lange termijn als voor de korte termijn, die een hoog realiteitsgehalte hebben. Nou heeft u zelf ook aan de andere kant gezeten, dus u kent zo'n beetje de situatie bij de gemeente, hoe die op dit soort vragen reageren. Hoe denkt u dat dat zal zijn? Nou, we hebben vandaag het rapport gepresenteerd. Dus de tekst die wordt nu wereldkundig. Die heeft niemand van tevoren gelezen. We hebben wel het bestuur van FC Den Bosch en ook twee wethouders en de burgemeester wel over hoofdlijnen geïnformeerd over ons rapport. Dus het is bekend welke kant wij op willen. En wij denken dat wij nu iets neergelegd hebben wat een hele goede basis is voor de gemeente en voor FC Den Bosch om verder te gaan praten. Natuurlijk ook zo dat, laat ik zeggen, de particuliere schulden, die moeten ondergebracht worden in de nieuw op te richten besloten vennootschap. Dus ook de particuliere schuldeisers moeten stappen zetten om tot een oplossing voor FC Den Bosch te komen. Als je kijkt naar het totale pakket van maatregelen om FC Den Bosch te redden, dan komt ook de vraag op van, ja, het is de zoveelste keer dat FC Den Bosch in financiële problemen zit. Wordt men niet een beetje moe van, daar komen ze weer? Ja, ik kan mij dat goed voorstellen. Leo Markenstein heeft dat aangegeven van betaald voetbal is een lekkende emmer. En er wordt maar water bijgegooid en men denkt dat er lek gedicht wordt. Wat nu echt anders is, dat wij een rapport presenteren waarvan wij zeggen van, als je dit uitvoert, dan creëer je wel een duurzame toekomst. We hebben ons steeds laten leiden door het woord duurzaamheid. Van als onze maatregelen uitgevoerd worden op de juiste wijze, denken wij dat er een betaald voetbalorganisatie kan functioneren in Den Bosch met een ambitieniveau, eerste vijf van de Jupiler League, die ook op termijn financieel gezond is. Zitten er, laat ik zeggen, in de toekomst ook voldoende evaluatiemomenten in om te kijken of die weg ook daadwerkelijk gevolgd wordt? Daar hebben we nog niet naar gekeken, maar ik stel me voor dat dat vinger heel strak aan de pols gehouden wordt en dat ook in het overleg tussen de gemeente en FC Den Bosch dat voortdurend bekeken wordt van waar staan we op dit moment. En we hebben ook gezegd, er zou een hele strakke financiële rapportage moeten komen. Eigenlijk moet in elke bestuursvergadering, elke maand, moet de financiële situatie van FC Den Bosch op basis van cijfers op tafel liggen. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè? Dat die stabiliteit bij FC Den Bosch eindelijk eens een keer aanbreekt. Hè? Ja, het moet een financieel duurzame club worden. En dat betekent dat je wat aan de organisatie moet doen. Je moet, laat ik zeggen, het sponsorbeleid zal veel intensiever moeten. Maar wij denken wel dat die potentie in de stad aanwezig is. We hebben met de sponsoren gesproken, de klankbordgroep van de sponsoren, die zeggen van, er is potentie in de stad aanwezig. We hebben met bedrijfsverenigingen gesproken, die zeggen, er is potentie in de stad aanwezig. Het gaat er nu wel om die potentie die er is, om die op de goede manier aan te boren, zodat mensen ook, laat ik zeggen, FC Den Bosch gaan sponsoren. En die 650.000 euro die structureel nodig zijn om FC Den Bosch financieel gezond te maken, dat die 650.000 euro er ook echt gaan komen. Ja. Want tot slot, dat zwaard van Damocles wat boven Den Bosch hangt, binnen 3 jaar weer een positieve exploitatie. Want anders verdwijnt de licentie bij de KNVB. Ja, dat is het licentieverhaal. Maar wij denken dat, ja, je moet daar echt naar streven en je zou daar eerder naar moeten willen dan die 3 jaar dat de club financieel gezond is. Maar die 3 jaar is de eis van de KNVB, dus dat is heel hard. Maar wij zeggen heel nadrukkelijk, en daar geloven wij beide in van, als ons rapport op de goede manier uit wordt gevoerd, wordt FC Den Bosch financieel een duurzame, stabiele club met een verankering in de Bosse samenleving.
Oké, dankjewel. Graag gedaan. Meneer Kersters, het rapport FC Den Bosch, de crisis als kans is net gepresenteerd. Zitten er grote verrassingen in voor u? Ja, eigenlijk wel. We hebben natuurlijk door de afgelopen 10 jaar allerlei ideeën ervoor gebracht hoe we verder moeten met de FC Den Bosch. En we zitten met het huidige bestuur al eigenlijk een beetje ook 10 jaar bij elkaar. En we hebben van de zomer gezegd van nou laten nou eens vreemde ogen eens naar FC Den Bosch kijken. Wel mensen met een voetbalhart met kennis van zaken. Nou, dat blijkt wel duidelijk. Maar laten ze zich ook niet te veel leiden door ons. Want iedereen heeft wel een mening. En weet allemaal hoe het moet gaan gebeuren. Laten we ons er ook gaan committeren aan wat zij naar buiten brengen. En als ik nou het rapport zie, gisteravond de hoofdlijnen te zien gekregen. Het is echt niet eerder geweest. Nou, dat past helemaal niet bij mijn aard, want je wil de regisseur zijn. Maar goed, dat is 1 en 1 is 2. Dus, en je ziet dat in de oplossingssfeer en in de, zeg maar, ook een beetje de visie die ze hebben neergelegd, het voetballen, toch wel andere dingen naar voren komen. Maar ook zaken waar we zeggen, daar ben ik hartstikke blij mee. Want ja, ik knok al, zolang ik op deze stoel zit, voor behoud van de jeugdafdeling. Want dat is heel makkelijk om te zeggen, we stoppen ermee. En dan word je een club als puntje. Je kent het wel, met 2 teams. Ja, dan gaat je hart uit de club. Maar het is wel zo dat in de begroting, als je financiële problemen hebt, dat zo'n jeugdopleiding, ja, dat kost zoveel geld. En dan kun je gaan afvragen, moet je dat blijven doen? Zij zeggen, het kan niet anders. We moeten het doen, maar bijvoorbeeld die oplossing van de Jan Sluiterstraat, dat is te duur. Dat is wel heel erg luxe. Het is natuurlijk een prachtige locatie. Maar dat is veel te luxe voor je, voor FC Den Bosch. Dat kun je op de duur niet meer gaan betalen. Maar je hebt er wel lang voor gestreden om die oplossing te realiseren. Ja, Jan Sluiterstraat bedoel je. Ja, dat klopt. Maar weet je, soms moet je afscheid nemen van de materie. We nemen geen afscheid in dit rapport van de inhoud. Dus niet van de jeugd. Want dan zou ik ook het openbaar zeggen, als jullie dat vinden best, maar daar commenteer ik me niet aan. Als je in hoofdlijnen naar de maatregelen kijkt, dan zijn het veel maatregelen die effect sorteren op lange termijn. Nou, dat is niet helemaal waar. Want er werd gekscherend gezegd, ze zitten er niet met de handtekenen, met de pen klaar. Maar ik verwacht de komende maanden wel besluiten over bijvoorbeeld het jeugdcomplex, wat in financiële zin een goede oplossing is. En ja, dat is ook voor iedereen een win-win situatie. Want we zitten niet op de knieën om wat te vragen. We verkopen een complex waar we eeuwigdurende erfpacht voor hebben, waar de gemeente nu straks woningbouw op zou kunnen doen. Dat moeten zij natuurlijk ook even bestuderen. Ik verwacht wel dat we daar binnen een maand of 3 oplossingen hebben. En dan komt de nood het hoogst. Ja, want wat u zegt is terecht. Het moet op korte termijn gebeuren, want de liquiditeitspositie van Den Bosch, daar ligt het grootste probleem, hè? Ja, dus we hebben liquiditeitsdruk. Je kunt, dat is ook zo, die hebben eigenlijk al jaren, maar door het vooruitschuiven en door het managen ervan en door andere sponsoringen is het allemaal in orde gekomen. Dat houdt ook een keer op. Maar weet je, het is een ernstig probleem, maar je moet het ook niet te zwaar aanrekenen. Het is, je hebt vandaag ook gehoord dat FC Den Bosch, het klinkt gewoon een hartstikke gezonde club is. Met zeer veel inzet, met veel capaciteit, met ook een commerciële groep die aan de weg timmert. En als wij het niveau van 2 jaar geleden weer halen, om het zo te zeggen, dan zijn we eruit. Zo ligt het eigenlijk. Het is echt een gevolg van een tijdelijke crisis. Dus ja, wellicht brengt deze move en het vertrouwen naar de toekomst ook weer een hele hoop mensen in beweging om snel op terug te komen. We gaan ervoor dat we volgend jaar wel die hoofdsponsor hebben. Ik wil die grote vis natuurlijk binnenhalen. Dat is een prachtige club op je shirtje te hebben. Ja. En Brainwash die heeft nu een half jaar voortgezet. Maar eigenlijk was het ook afgelopen, daar zijn we ook dankbaar voor. En die stelt dus nu de shirt ter beschikking. Ik ben altijd optimistisch, maar ik ben niet optimistisch als het niet haalbaar is. Dus die haalbaarheid die zit er wel in. Ja. Nou, het is natuurlijk hartstikke fijn dat u optimistisch bent, maar die markt is natuurlijk wel behoorlijk veranderd. Ja, die is in beweging. En ja, de Bosch is heel groot in het midden- en kleinbedrijven, om het zo te zeggen. Ja. Daar zitten we, waar grote bedrijven, maar niet het hoofdkantoor. De tijd van Panasonic is voorbij, hè? Ja, dat is, maar misschien
You never know, hè? Maar die, als je kijkt naar het potentieel, hè, de KVB heeft ook de Bos met FC de Bos geanalyseerd. En daar schrokken wij van, want daar ligt gewoon dat wij onder de maat naar ons potentieel presteren. Dus dan moeten we ook in de spiegel kijken en vandaar dat we ook dit soort initiatieven hebben genomen. Ja. Eén punt haal ik er nog even uit. Ik schrok even van die 69% boven het gemiddelde wat die benchmark betreft, wat die huur van het stadion betreft. Nou, ik moet één ding corrigeren. Het zijn de huisvestingslasten. Daar is huur een deel van. En het is ook afschrijving op gepleegd onderhoud, met name onderhoud. En weet je, eigenlijk ben ik hartstikke blij met de Fliert, want we hebben twee nieuwe zijbeuken gekregen hier. Maar de overkant is geloof ik 60 jaar oud nu. En met alle respect voor deze ruimte, die voldoet niet meer aan de tijd op dit moment. Zoals de sponsors behandeld willen worden. Ik heb het net ook al gezegd, we hebben een worst aan te bieden, maar we hebben 5-6 verschillende categorie sponsors van die wat betalen en die heel veel betalen. En die krijgen allemaal hetzelfde wasje. En dat is niet meer voor deze tijd. En dat moet veranderen binnen deze club. Dat is een van de makken. En wij willen dat faciliteren. En daar hebben we de hulp van de gemeente nodig. Ik heb het net ook gezegd. Het is niet de bedoeling dat gemeentes in de exploitatie van de club gaan duiken met financiering. Dat heb ik nooit gewild. Dat heb ik ook altijd gezegd. Maar ik vind wel dat de gemeentes, en dan praat ik niet alleen over de Bos, maar over heel Nederland, is na moeten denken en veel meer moeten gaan faciliteren in het stadion. Dat stadion aanbieden naar wat in de tijd is nu en naar de capaciteit wat je nodig hebt. Wij hoeven geen stadion van 30.000 mensen te hebben. Maar ik wil wel een stadion van 11.000 mensen. En dan als het dan gaat zoals het gaat gebeuren, dan zitten hier over 3, 4, 5 jaar zitten hier ook 8 tot 10.000 mensen. Dat weet ik zeker, als je het kunt faciliteren. Even tenslotte nog één vraag. Bent u niet bang dat op een gegeven moment de vraag opduikt van daar heb je ze weer? Ja, die heb ik me halverwege het jaar wel afgevraagd. Daarom heb ik het ook niet gedaan. Want als dit rapport door mij gepresenteerd zou worden, dan zeg je ja, dat zegt hij al 10 jaar en dan heb je meer. Nee, dit is nu echt buiten ons om. We hebben mensen nagedacht over het voetbal binnen Den Bosch. Dat is een enorm draagvlak voor. En die hebben maatregelen aangekondigd en de visie neergelegd. Ja, daar moet iedereen toch wel even over nagedenken. Wij ook, als bestuur. En de gemeentes dus ook, en de politiek ook, en supporters en et cetera. En ik ben alleen maar blij te horen dat we terecht gewoon een hartstikke leuke, fanatieke club zijn. En nu in problemen zitten die we ook, gezien zeg maar, de ontwikkeling van de laatste jaren, want er wordt meer openheid gevraagd. Ja, nou, kijk, we hadden het allemaal binnen kamers misschien ook wel binnen een half jaar maar weer kunnen oplossen. Maar daar hebben we dus niet voor gekozen. Dus op lange termijn moet je gewoon een heel ander beleid daarin voeren. En dat ondersteun ik met het rapport, ja. Ja, en bestaansrecht was ja. Ja, ja, bestaansrecht is ja. Ja. Oké, dankjewel. Bedankt. Ja.